Ik ga even terug naar de overpeinzing, want dat is niet goed opgenomen. Maandag 26 november 2018. Het is uur 's morgens vroeg, kwart over vijf bedoel ik. Ik heb net naar een aantal geluidsopnames geluisterd. Waaronder van de afgelopen zaterdag. Ik had mijn geluidsrecorder per ongeluk laten aanstaan. En het heeft opgenomen. Een heel bezoek aan het AC in Rijswijk. Nou, niet helemaal, maar een groot gedeelte. Het luisteren naar mezelf doet me beseffen hoe ik ben. Ik houd mezelf eigenlijk daarmee een spiegel voor. Ik merk hoe graag ik vaak wil spreken. Hoe weinig ik andere mensen eigenlijk uitdaag om zelf te spreken. Ik wil blijkbaar zo graag mijn eigen verhaal doen. En dat is niet sociaal. Ik doe al lang genoeg verhaal met een paar woorden, een paar zinnen. Waarom wil ik mij toch telkens zo bewijzen? Ik hoorde dit heel duidelijk. En ik hoor ook mijn voorbeelden die ik aangeef, die niet dekkend zijn van wat ik werkelijk voel. Het is lastig om precies te doen van wat goed voor je is. En dat merk je het beste wanneer je je eigen stem eens terug hoort. Vaak zijn mensen gewend om mensen te horen spreken en horen ze eigenlijk uitsluitend gefilterde woorden. Maar leren we eigenlijk niet veel meer van onze fouten? Onze donkere kant. Onze duistere kant. Leren we daar niet veel meer van? Voor onszelf. Om opgebouwd te worden. Ik denk eigenlijk dat hier een heel belangrijk iets in voorkomt van wat ik gisteravond aan studie heb gedaan. Gisteravond heb ik een kleine studieavond gehouden. En daar kwamen een paar dingen uit die ik graag in het kort even wil toelichten. Allereerst wil ik dan graag aangeven dat ik gisteren ergens zag staan wie eigenlijk de vader van de leugen is. Ja, dat bestaat, de vader van een leugen. Dat is Satan. Wie kan Satan genoemd worden? Dus alles wat je liegt en wat je niet correct doet, wat je eigenlijk ook zelf liever niet wilt, daar kan je een gemeenschappelijk woord voor bedenken en dat heet Satan. Voorts is het goed om eens per dag minimaal 2 uren in een bepaalde bezinning
te verkeren. Dat je eigenlijk jezelf onder de loep neemt en eigenlijk daarmee jezelf gaat, je eigen zonde gaat belijden. Je eigen dingen gaat bedenken. Zoals ik soms achter elkaar doorga, is het niet goed. Daarom kan je beter jezelf belijden. En hoe doe je dat? Hoe belijd ik mijzelf? Ik kan daarvoor iemand in gedachten nemen, iemand in mijn geest nemen, die ik geest noem, of die ik God noem, of Jezus noem, die een perfect voorbeeld kan vertegenwoordigen. Iemand die boven mij staat, in ieder geval. En als ik daarmee praat, en eigenlijk dan mezelf gewoon, ja, eerlijk in de ogen kijk, en mijn eigen tekortkomingen toegeef en aan hem geef, dan krijg ik daar antwoord op. Dan is het de geest die liefde heet, die je wil vergeven. Maar je moet het wel belijden. Je moet het belijden. Okay. We hebben zelf eigenlijk helemaal geen recht. We zijn geen rechter. Wij kunnen eigenlijk helemaal niet oordelen. Nee. Wij kunnen niet oordelen. We kunnen eigenlijk alleen onszelf veroordelen. Onszelf belijden. En wat ik gisteren ook tot me heb genomen, is dat we eigenlijk moeten leren in die 2 uur dat we belijden, dus in ons gesprek met iets wat boven je staat, wat je God of Jezus of Christus kan noemen, dat je dat tot je neemt als werkelijke liefde. En dat je die rijkdom die je dan ontvangt, die je eigenlijk altijd als een antwoord zult krijgen. Want dat begint bij die zelfreflectie. Die zelfreflectie en jezelf niet meer op de eerste plaats stellen. Dus dat je iemand anders boven je stelt. En iemand anders die je boven je stelt, dat moet echt liefde zijn. Die kan niet anders dan liefde zijn. Dat is geen Satan. Want Satan, ja, die is de vader van de leugen, heb ik al gezegd. Nee, je moet boven jezelf gaan staan. Of boven je, die geest moet je ontvangen. En dat kan je vervolgens gebruiken om het uit te delen aan mensen die, waarvan jij ziet dat ze het verkeerd doen, waarvan jij het opvallend vindt dat ze het verkeerd doen, dat jij hun helpt in wat zij verkeerd doen. Dus mensen helpen die, ja, met een zwaar woord, in zonde verkeren. Ja, dat heeft de grootste voorbeelden van Nederland, die hebben dat gedaan. Die zijn die goedheid gaan worden, maar niet om zichzelf op de borst te kloppen, maar omdat ze zijn
en iets boven hun wat liefde voorstaat. Ja, dit is eigenlijk een heel belangrijk gegeven, dat je dit gaat beseffen, dat dit een waarheid voor je wordt. En ja, met deze waarheid kan je misschien heel veel bereiken. En wens ik iedereen heel veel geluk toe. Dus leef in een iets wat je als liefde tot je kunt nemen. Een werkelijke liefde. En geloof me, daar is Jezus Christus het grote voorbeeld in. Alles wat mensen ervan maken, ligt dat naast je neer. Als je zijn woord leert te begrijpen en leert te zien, dan weet ik zeker dat je daar hele grote waarde aan kunt ontleden en waarde in kunt ontdekken. Want hij is niet zomaar iemand die per ongeluk is langsgekomen, zoals vele denominaties het willen zien. Die zien hem absoluut niet als het meest perfecte voorbeeld. Nee, die zeggen, ja, het is gewoon ook een mens geweest die toevallig geleefd heeft en zo zijn er veel geweest. Nee, het is niet zo. Er is niet voor niks juist over Jezus Christus een heel Nieuw Testament geschreven. Met toch ook heel veel elementen die al ja, duizenden jaren meegaan. Die echt niet zomaar uit de lucht komen. Die niet voor niks als een grote, waardevolle boek met je mee kan dragen. Waar je in een boek wat je eigenlijk ja, in zijn totaliteit helemaal op kan eten. Hoe kan je dan boek opeten? Nou ja, bij wijze van spreken, in beeldend gedacht kan je een boek tot je nemen en het zo ja, één laten worden met je eigen gedachtegang. Dat het één met je wordt, dat je het gaat worden van wat erin staat. Net zoals je muziek leert, dat is niet met een paar knopjes en een paar knopjes drukken. Dat is helemaal niks waard vaak. Ja, het kan wel iets waard zijn, maar veel belangrijker is het dat je de muziek als een werkelijke taal gaat hanteren om met een ander te communiceren. Ja, tot zover. Oké. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ook, ja. Ik ben best ervoor gedaan. Ik ga even kijken wat ze... ik heb nog een klein stukje muziek. Dat ik op straat maak soms. Waar staat dat? Oh ja, hier staat het.
dan weer een tekst van: heb je ooit gezegd, het spijt me? Wat was ik gemeen? Het is een nieuw kinderliedje. Oké, tot zover. Ik ga er een eindtuin bouwen. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot zo.